Welkom bij Codekraak, waarbij jij eens de kans krijgt om te winnen. Anders dan bij vele spelprogramma's krijgt iedereen hier vanaf de start een gelijke kans. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 codegetallen. Elke losse aflevering bevat 3 opdrachten, waarbij je bij elke opdracht 1 codegetal kunt vrijspelen. Door de opdrachten, rebussen, berekeningen en andere spelformats op te lossen, kom je uiteindelijk uit bij het goede antwoord en heb je een codegetal. Als het jou lukt om aan het einde de code van 24 cijfers als eerst in te sturen via mijn Instagram @decodekraak, dan win jij Codekraak 2022. Ik wens jou heel veel plezier en vooral ook puzzelplezier. Succes met aflevering 4 van de Codekraak. Swipen, swipen, swipen. We kennen het allemaal wel. Lekker op TikTok duizenden filmpjes wegswipen. Maar wist jij dat TikTok in eerste instantie een hele andere app was? En dat het heel anders heette? Het was namelijk ook niet zo heel erg bekend. En het had ook wat minder functies dan tegenwoordig TikTok zelf heeft. Hoe heette TikTok vroeger onder een andere naam? En in welk jaar heeft TikTok de voorheengaande app overgenomen? En dan tot slot, hoe heten de 2 bedenkers van de vroegere app van TikTok? Vervolgens, als je deze 3 antwoorden hebt, tel je alle letters en cijfers bij elkaar op. En dan is de vraag, uit hoeveel cijfers en letters bestaan de 3 uiteindelijke antwoorden samen? En kies dan het volgende getal uit het rijtje bij de meerkeuze antwoorden. En dan is dit ook gelijk je eerste codegetal van deze 4e aflevering. Europe, start voting now. Het Eurovisie Songfestival is in Europa en andere landen heel erg populair. Elk jaar weer is het weer een succes en de vraag, welk land gaat er vandoor met de winst? Er zijn in totaal 37 liedjes geweest die geen punten hebben gekregen tijdens het evenement in de afgelopen jaren. 2 landen zijn recordhouders hiervan. En is het in totaal beide 4 keer overkomen? Welke 2 landen zijn dit? Kies de juiste mogelijkheid uit het kiesrijtje op het scherm hier. Een van de grootste YouTubers ter wereld is MrBeast. Je kent hem vast wel. En als je hem niet kent, check dan even zijn video's, want het is geniaal. Hij verovert de wereld met zijn te gekke challenge video's, waarin hij veel geld gebruikt en vooral ook veel geld weggeeft. Laatst heeft hij de chocoladefabriek van Shaki en de chocoladefabriek letterlijk nagebouwd. En er zelf een competitiestrijd mee neergezet. Hoe konden de deelnemers van de MrBeast competitievideo van Shaki en de chocoladefabriek überhaupt hier aan meedoen? Hoe heeft MrBeast deze mensen uitgenodigd? En dan moet je hierbij denken aan de film Shaki en de chocoladefabriek. Hoe hebben de deelnemers een kans gekregen om mee te doen aan de competitievideo? Kies dan hieruit het rijtje de meerkeuze. En dan is dit ook gelijk het laatste codegetal van deze aflevering. Goed, als het goed is heb je nu weer de 3 codegetallen van deze aflevering gevonden. Mag ik hopen. Ik hoop dat het ook is gelukt met de vorige afleveringen al. We zitten nu precies op de helft. En dat betekent dus dat we nog 4 afleveringen aankomen met 3 opdrachten per stuk. Jullie zullen dus nog 12 codegetallen moeten vinden. In de volgende aflevering zullen natuurlijk weer de volgende codekraakgetallen beschikbaar worden en de opdrachten. En dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal voor meer van dit soort series, video's. Volg Codekraak op Instagram voor meer hints richting de 3 codegetallen per aflevering. En dan zie ik je volgende week zaterdag weer bij aflevering 5. Laters.